Ik ben Marjoke van Velen en ik ga lezen Jeremia 1 en 2. Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Josia, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. In de 5e maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. Jeremia geroepen. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. De Heer richtte zich tot mij. Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. De Heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. De Heer zei, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten. Rondom de muren en om alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor al het kwaad dat het heeft gedaan. Ze hebben mij verlaten, wierook gebrand voor andere goden en geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land, de koningen en leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer.